Ik kom heel even met een tussentijdse update over de Bitcoin, de Ethereum BTC trade die we aan het doen zijn. Maar ook dit hier. Dit is een challenge. Dit is eigenlijk een heel leuk iets. Capture the Ether. Dat is een site waarbij je oefeningen kan doen. Eigenlijk hoe je kan leren om met smart contracts om te gaan, heel simpel gezegd. Smart contracts zijn eigenlijk de nieuwe hype en hetgene waarvoor je Ether nodig hebt. Ik ga heel even kort er doorheen lopen. Ga naar deze site toe, capture the Ether. Nou, dan challenges, warm-up en deploy. En dan begint hij al eigenlijk uit te leggen hoe het gaat. Install MetaMask, dat is een plugin die je nodig hebt om te kunnen interacten met het Ether-netwerk. En word je gelijk een wallet aangemaakt. Je kan hier kan je dan linken met het testnetwerk. En je kan dan meteen wat gratis test-ethers krijgen om dit te kunnen doen. Dus install MetaMask, klik op die link, switch de Robster netwerk, catch de Robster. Hier klik in de buy button en MetaMask. Dus hier test ether, request 1 ether. Ik weet niet of ik klik moet. Uiteindelijk zie je, dan komen er wat ethers bij. Dus dat hebben we gedaan. After you're done that, press red button on the left to deploy the challenge contract. Dus gaan we dit contract gaan we hier nu deployen. Nou, begin challenge. Deploying. Leuke eigenlijk waarom ik hiermee begonnen ben, is omdat ik iets had ontdekt. Er zijn schijnbaar honeypot contracten. Honeypot contracten. En dat zijn contracten waar ethers in opgeslagen worden. En wat gebeurt er natuurlijk? Op het moment dat er ergens een honingpot zit vol met ether, dan zijn er natuurlijk mensen die denken, hey, we gaan die honingpot openmaken. Jatte. Dus wat er gebeurt is dat er ook mensen zijn die smart contracts onderzoeken op zwakheden. Dan wel trucjes, dan wel mogelijkheden om de inhoud van zo'n contract open te kunnen breken en te kunnen stelen. Heel simpel gezegd, als jij een gokcontract hebt met een dobbelsteen en de waarde 1 tot en met 6 bepaalt of jij wel of niet wint. En je kan zien hoe het contract is opgebouwd. En je ziet bijvoorbeeld een geheim nummer staan, wat altijd 6 is. En op het moment dat jij hebt gekozen voor 6 en het matcht met het geheime nummer 6, dan weet je van ik heb gewonnen. Dan zijn er dus mensen die denken, hé, dat is leuk, ik zie die truc en ik ga dat contract ga ik leegplukken. Dus ik ga altijd zorgen dat ik een 6 ga rollen of kiezen met de dobbelsteen. Want je weet dat het geheime nummer dan matcht en dan heb je gewonnen. De truc is dat er mensen die dat smart contract gemaakt hebben, ervan uitgaan dat andere mensen de smart contract willen openbreken. Met andere woorden, het is een rattenval voor mensen die willen inbreken in zo'n contract. Dus wat er gebeurt, is mensen die denken slim te zijn en altijd 6 te kunnen rollen, die worden bedrogen. Want er komt nooit een winst uit dat contract terug. Want wat er op de achtergrond gebeurt, is dat die 6 wordt gebypast. Dus je denkt dat je het goed hebt gezien en dat het contract niet klopt. Maar eigenlijk zal die nooit die check doen. 6 is 6. En met andere woorden, hij zal altijd het geld houden. Ja, het is moeilijk uit te leggen. Maar eigenlijk waar het om gaat is dat er enorm veel gokcontracten zijn. En er zijn enorm veel mensen die proberen om die gokcontracten te omzeilen. Stel je voor, je hebt een jackpot. En dus noem maar wat, iedereen die stopt 1 miljoen ether in één pot. En er is één code die je moet hebben die matcht met die hele pot. Dan is het altijd handig. Ja, het is heel technisch, maar je kan dan gewoon letterlijk op Etherscan.io kan je kijken naar hoe zo'n contract werkt, wat er al mee gedaan is. Omdat het allemaal openbaar is het gewoon te zien voor iedereen. Even kijken of ik het erbij kan pakken. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld de transacties naar zo'n contract. En stel je voor, het zou een vraag zijn van
kies een kleur en als die kleur goed is, dan krijg je geld uit dat contract. En dan is één zo'n ding is een antwoord, bijvoorbeeld geel, blauw of groen. En het contract matcht dan met wat er in het contract zit, van geel, blauw of groen. En als dat zo is, dan komt er geld terug naar de. Nou ja, mensen die kunnen hieraan dus afleiden van, oh wacht, iemand heeft het antwoord geel gestuurd en toen kreeg je geld terug op zijn dingen. Dus dan is die code, die zou dan een goed antwoord zijn. Op die manier kan je redelijk snel achterhalen door eerdere transacties. Hier. Kijk, so let's check these transactions. Laten we de transacties controleren. Misschien is er nog steeds ether wat gestolen kan worden. Dus gaan ze de transacties gaan ze decoderen. Dus dan die lange string met nummers, die wordt omgezet weer naar een woord. Via Etherscan en Etherchain. Nou, en dan krijg je dit. Krijg je zoiets. Wordt deze data. Deze data, deze data. En dan krijg je, als je het resultaat doet, krijg je dan bijvoorbeeld zoiets. I'm very easy to get into, but it's hard to get out of me. What am I? En dan zou het antwoord moeten zijn, trouble. Maar, dus, ze zien in ieder geval aan de transacties dat het, ondanks dat mensen het juiste antwoord hebben gestuurd, het trouble, in dit geval, op de vraag, I'm very easy to get into, but it's hard to get out of me. What am I? Eigenlijk had dus iemand moeten winnen, maar op het moment dat je ziet dat er dan nul geld wordt overgemaakt naar de winnende stuurder, dan weet je van iets klopt er niet met het contract. En in dit geval is het zo dat het hele antwoord trouble wordt overschreven door een ander antwoord, response hash. Met andere woorden, op het moment dat jij trouble stuurt, zal de script zal er iets anders van maken en zal nooit jouw antwoord op de juiste manier kunnen koppelen. Maakt het eigenlijk onmogelijk om op die manier geld te verdienen. Alleen dit is een honeypot contract en degene die trouble had gestuurd, die heeft dat eigenlijk uit het contract gehaald door slim te zijn en te denken van hey, ik heb het antwoord gevonden, nou ga ik gewoon die pot leegmaken. Ja, en degene die de pot had opgezet, die was nog slimmer door altijd te zorgen dat het antwoord nooit gegeven kan worden. Dus met andere woorden, al dat geld blijft in die pot zitten. Nou ja, als hij dan nog slimmer is, dan zorgt hij ervoor dat hij zelf het er wel uit kan halen. Maar goed, heel even terug naar onze. Oh ja, wacht eens. Even kijken, hebben we nog een deploying? Jongens, jongens. Het gaat niet heel snel. Dus ik kom later er weer op terug. Tot later. Hoi.